Vavo is een opleidingsbedrijf voor de bouw. Wij werven en wij selecteren leerlingen voor de bouwbedrijven. In de leeftijden zeg maar, van 16 jaar en ouder tot, nou, onze oudste leerling is denk ik op dit ogenblik 27 jaar. En wij bereiden ze hiervoor op een start in een bouwbedrijf met een opleiding. Dus iedereen die bij ons in dienst is, gaat enig in de week naar het ROC. En 4 dagen zijn ze of bij ons, of bij de aannemer, of bij de timmerfabriek om zich te ontwikkelen in het vakgebied. Timmeren, metselen of montagemedewerker timmerindustrie. De ROC is eindverantwoordelijk voor de opleiding. Verzorgt het theoretische deel. Wij verzorgen het praktische deel. En dat doen we met heel veel Edese jongeren. We werken samen met onder andere de Edese bouwbedrijven, maar ook met een wat grotere cirkel rondom Ede. Kampert in Wekerom, maar HB in Lunteren. Maar ook uiteraard met een bouwbedrijf Kreeft van Grootheest uit Ede, Keldermanbouw en dat soort bouwbedrijven. En wij leiden jongeren toe naar een diploma. Die krijgen bij ons een dienstverband tot en met diplomering. Wij stimuleren en begeleiden de jongeren in die weg daartoe. En wij zoeken altijd voor de leerlingen een plekje in de buurt van hun woonplaatsen. Ja, u ziet, we hebben een prachtig ingerichte werkplaats hier waar we heel veel kunnen. We kunnen huizen bouwen, maar we moeten ze altijd weer afbreken met leerlingen. Maar we hebben dan ook de mogelijkheid om voor volwassenen die al in het bouwbedrijf werkzaam zijn, of in de timmerfabriek, hier korte cursussen aan te bieden. We hebben hier nu 1 jongen uit Ede lopen via de Revabo. Dat is op het moment ook nog de enige. Tijdens de crisis hebben we het opleidingstraject eigenlijk helemaal stilgelegd. Omdat het toch investering kost qua tijd en geld. Dus sinds vorig jaar zijn we dat weer langzaamaan opgestart. En het valt ons nog tegen hoeveel jongeren er op die manier beschikbaar komen. Dus ja, dus via die trajecten is het toch een goede mogelijkheid om ook de jeugdwerkloosheid, ook in Ede, om die naar beneden bij te schroeven om mensen, om jongeren toch een vak te leren. Een belangrijk ding daarbij is denk ik ook dat jongeren een denkpatroon moeten veranderen. Dat ze willen ze iets bereiken, een bepaalde maatschappelijke status of een bepaald bezit, dat ze daar toch echt voor moeten werken. Ik denk al vooral op het gevoel kweken, dat ik denk dat het al op basisschoolniveau begint, van dat een vak doen, dat geen schande is. Dingen maken met je handen. Maar toch, die aanwas die blijft denk ik beperkt. Zeker met de groeiende economische cijfers op het moment. En dus er zullen andere werkkrachten op moeten staan die ook werk gaan verrichten. En daar zie ik ook wel een mogelijkheid in voor statushouders die de laatste jaren toch vooral vanuit de oorlogsgebieden binnen zijn gekomen. Om dat te bewerkstelligen zal er toch een integratie plaats moeten vinden die beter is dan in de jaren 70. Ja, met het oog op de vergrijzing van het personeelsbestand en ik denk van de heel werk in Nederland is het toch zaak om op welke manier dan ook de aanwas te bevorderen. In dit geval hebben we een leerling uit Ede die werkloos was. Een jongen van 26 jaar en die proberen wij door middel van 1 dag in de week naar school, het werkleertraject, weer terug te brengen in de maatschappij. Nou ja, dat begeleiden dat is ja, toch telkens wel anders. Soms krijg je iemand die toch al wel ooit eens wat gedaan heeft in deze richting, maar je krijgt natuurlijk ook jongens die het nog nooit een hamer in de handen hebben gehad. En dan moet je gaan kijken, pakken ze het op. Die jongen die wordt dan begeleid. Hè. We laten dus werkzaamheden doen in samenwerking met mensen die hier dus al langer werken. Dus ja, een betere leermeester kan die eigenlijk niet om hem heen hebben in wat hij ook doet. Hij zal dus gaan werken bij degene die dat al langere tijd doen natuurlijk, dus ervaren werknemers. En zo proberen wij de leerlingen dat bij te brengen. En ik hang daarboven. Kijk eens een keer over zijn schouder heen, hoe gaat het? Kijk zijn takenboek na. En dat nemen we dan samen door. En wat er eventueel knelpunten zijn, dat nemen we dan door samen. Groep, dat is genaamd Level 5, mee te denken over hoe we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
op een betere manier kunnen laten instromen het bedrijfsleven in. Vanuit dat initiatief hebben we samen met Rozenboom Ede een nieuw bedrijf opgericht. Dat heet Werkreturn de Vallei. Binnen dat bedrijf kijken we dat mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat we die weer via die BV een plaats geven in het bedrijfsleven. We merken dat die mensen dus een stuk extra begeleiding nodig hebben. En dat wij onder andere zelf, mijn mensen, maar ook bij de collega-aannemers, dat we daar eigenlijk te weinig tijd voor inruimen. Doordat we dat in een andere BV doen waar we één de kennis hebben, daar is een jobcoach in. We weten van, we hebben de contacten met de gemeente, dat we ook de mensen aangereikt krijgen die zouden kunnen passen. Daar is al een soort voorselectie in. Kunnen we op die manier kijken dat we die mensen dus via die BV bij ons een kans geven, proefplaatsingen krijgen. En op die manier weer een kans geven om uiteindelijk weer terug te keren in de bouw. Het Technova College is voor ons een van onze mooiste referenties op dit moment. Omdat dat enerzijds voor ons een mooi werk is. Voor ons qua onderhoud ook de komende jaren heel stuk continuïteit geeft. We hebben voor 25 jaar ook een contract afgesloten om het gebouw te gaan onderhouden. En voor 25 jaar zijn we verantwoordelijk voor het energieverbruik. Het tweede deel van dit project is dat we op die manier binnen de school beter contact krijgen met de leerlingen. Ons bedrijf daar bekend in is. We gebruik kunnen maken van de kennis van leerlingen. En op die manier proberen dat we ook aan onze eigen toekomst werken. Want we hebben de mensen in de bouw de komende jaren heel hard nodig. Ik ben eigenlijk door mijn zus opgewezen dat de gemeente werkte met jongerenvouwtjes. En dat als je een jongere die ook leert uit de WW kon halen en bij jou een dienst zou nemen, dat je dan subsidie zou krijgen. Nou, dat is voor mij als startende natuurlijk ideaal. Want ja, als startende personeel in dienst nemen is natuurlijk best een hoop. Ik ben dan mijn zaak gestart en ik heb Sharin aangenomen. Sharin ken ik nog via mijn vorige werkgever. Daar was haar contract niet verlengd en is ze in de WW gekomen. En eigenlijk daarna zijn mijn plannen gekomen voor de winkel. En toen hoorde ik van die jongere vrouwtjes ook nog. En dacht van ja, dat is 1 en 1 is 2 natuurlijk. En we zijn bijna 2 jaar verder. En in mei kan ik haar een vast contract aanbieden. Ik vind het wel moeilijk om een vervolgopleiding te kiezen. Want ik ben wel bang, ik weet nu nog niet zeker wat ik leuk vind. En uit die beroepskeuzetest is ook niks naar voren gekomen wat voor mij duidelijk is van wat ik wil doen. Dus ik ben wel bang als ik dan een studie ga kiezen, dat ik het na 1 of 2 jaar niet meer leuk vind. En dat ik stop en dat ik dan aan die kosten vastzit. En dat is ook de reden waarom ik nou ben gaan werken. Ik weet niet zo goed bij wie ik terecht kan voor mijn vervolgopleiding. Omdat ik ben nou zeg maar helemaal vrij. Ik ga niet naar school. Ik heb geen docent of leraar die me kan helpen bij wat ik om uit te zoeken wat ik leuk vind om te doen. Dus dat is een beetje mijn punt. Ik weet niet zo goed waar ik dan terecht kan. Ik werk hier nou dan, maar ik heb het heel erg naar mijn zin. En ik ben nog jong, dus ik geloof dat het goed komt. Ik zit op het Groenhoorns College in Velp. Ik loop 2 dagen stage en ik zit 3 dagen op school. En door de stage krijg ik wel de gelegenheid om dingen uit het vak te leren en ervaring op te doen. En dat is voor mij wel een ding dat ik... Daardoor weet ik zeker dat ik deze kant echt later op wil. Een klasgenootje van mij heeft hier eerst stage gelopen en ze had hele leuke verhalen over dit stageadres. En het was wel een andere soort winkel dan waar ik anders stage heb gelopen. Dus ik dacht, ik ga hier stage vragen. En in de loop van de jaren wordt het wel makkelijker om stage te vragen, omdat je al bij meerdere bloemisten stage hebt gelopen. Dus je hebt al ervaring met klanten en omgaan met de kassa en je weet al namen van de bloemen en van de planten. Dus het wordt allemaal wel steeds makkelijker om ergens om stage te vragen. Dus ze nemen je dan ook wel sneller aan als je wel meer ervaring hebt. Ik heb de koksopleiding gedaan in Wageningen, bij Nijssel. En ik heb nu ongeveer 9 jaar heb ik in de horeca gewerkt als kok. En ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. De reden dat ik eigenlijk die switch wil gaan maken is eigenlijk puur doordat ik binnenkort vader word, hoop te worden. En ik wil dan eigenlijk iets meer regelmaat in mijn leven. En ook gewoon als ik bijvoorbeeld een keer een feestdag heb, dat ik niet altijd aan het werk ben. En dat ik gewoon dan gewoon thuis kan zijn. En voor die kleine, voor mijn vriendin.
mijn zus, die had hierna wat contact in de gemeente Ede. En die wist dat ik even een tijdje ook zonder werk zat, omdat ik eigenlijk dus gestopt was als kok. En dan is het echt zo van, hoe dan verder? En hoe pak ik dat aan en hoe wil ik dan de switch gaan maken? Want het is nog best wel lastig om vanuit de horeca switch te gaan maken naar iets heel anders. En toen zei mijn zus eigenlijk van, goh, is dat niet wat voor jou? Die had dus al met Marcel gebeld van de Meer. En die had weer contact met Riek gelegd. En zo heb ik eigenlijk gewoon een mailtje eruit gedaan. Toen ben ik hier gekomen en toen heb ik een gesprekje gehad. En dan zit ik al een paar weken bij Topspelers. Het project heet Topspelers. Vorig jaar kopstukken. En in de eerste pilot en nu in het project begeleiden we jonge mensen tussen 16 en 27 jaar richting een baan, stage of opleiding. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met een aantal instellingen in de gemeente Ede, waaronder Malkande, maar ook Sportservice, Youth for Christ. Ook een aantal informele organisaties zoals de Marokkaanse moskee, de Turkse moskee, scholen, voetbalverenigingen en alle plekken en vindplaatsen waar jongeren zijn, die bezoeken wij om samen met hun te kijken, kunnen we iets voor jullie betekenen richting werk, school, opleiding of een baan. Ze zijn gemotiveerd, ze weten wat ze willen. Dan kun je direct bepaalde vaardigheden aan gaan leren. En vaardigheden zijn bij wijze van spreken, hoe schrijf ik een sollicitatiebrief? Hoe kan ik vacatures zoeken? En daar hebben wij middelen voor. Twee van deze jonge mensen hebben ondertussen hun weg al gevonden richting een baan. En eentje is weer terug naar school. Wij halen letterlijk alles uit de kast om er toch voor te zorgen dat deze jongen een plek vindt waar hij zijn opleiding kan afmaken of een stage kan lopen. En we gaan daar best wel ver in. Zo hebben wij recentelijk een cv vervalst van een Turkse dame. Deze dame beschikte over alle rijbewijzen. Ze was een zeer bekwame chauffeuse. Zij kwam er niet aan het werk, omdat wij ook de indruk hadden, zij mag niet op gesprek komen vanwege haar achternaam. Wij hebben daar echt een oer-Hollandse naam op geplakt. We hebben die foto een beetje geshopt en vervolgens zijn wij met haar aan het solliciteren geslagen. Deze jonge dame werd prompt uitgenodigd en dan ben ik natuurlijk vanuit meervaardig wel zo netjes om deze potentiële werkgever in onze kring even te bellen en te zeggen van, joh, dit is de situatie, zo zit het in elkaar. Dit is de mevrouw die jij vandaag gaat ontvangen op gesprek. En in dit geval heeft deze Turkse dame de baan gekregen. Nou, daar doen wij het dus allemaal voor. En eigenlijk is mij niks gek genoeg, mits het maar de waarheid uiteindelijk is, dat iemand uiteindelijk zijn weg weer gaat vinden op de arbeidsmarkt. Denk ik dat je in eerste instantie zeg maar, de aanpak is dat je is het vertrouwen daar van de jongeren en ons. Tot daarna zeg maar, wij uiteindelijk zeg maar, de jongens een test laten doen. Kijken waar competenties zitten en zijn. En tot we dan eigenlijk gezamenlijk een weg gaan vinden van wie ben ik nou, wat kan ik nou en wat wil ik. En in die weg die je daar naartoe maakt, gebeuren af en toe ongelukjes met de jongeren. Ze komen te laat of ze komen niet. En in dat proces van één keer niet komen, dat kan, maar de tweede keer afmelden, dat kan eigenlijk niet. Nee, wat voornamelijk nog in Ede veel speelt, is dat er gewoon nog te veel jongeren te ver van de arbeidsmarkt afstaan. En dat heeft ook deels met de jongeren zelf te maken, maar ook komen ze gewoon heel veel tekort op verschillende leefdomeinen. Ik heb een keer meegemaakt dat ik een moeder belde van, ik heb met de jongen nu een afspraak om 9 uur 's ochtends. En dat ik zei tegen moeder, u laat nu even een sleuteltje onder de mat, ik kom zo, ik kom mezelf ophalen. Dat ik gewoon een sleutel pakte en binnenkwam en zat gewoon op de deurklop van zijn kamer van, hallo, hier ben ik, opstaan. Dat ik me gewoon echt mee heb gesleurd naar een werkgever. Het gaat puur ook om dat ze die competentie beheersen, dat ze snappen wat er op een bepaalde leeftijd van een jongere wordt gevraagd. En daar zijn jongeren vaak niet van bewust. En vaak valt dat kwartje veel te laat. Ik heb een hart voor jeugd, ik heb een hart voor Ede en daar gaat het mij om.